Mijn belangstelling ging eerder uit naar klassieke letteren, de Nederlandse letterkunde. Maar omdat ik vrij wil zijn, dacht ik, ik moet een vrij beroep kiezen. En het lag voor de hand dat ik dan maar van die letterkundige studies afstapte en rechten ging studeren. En daardoor ben ik een vrij man gebleven. Mijn levensspreuk zou kunnen zijn: Nemo mihi mansipavi. Niemand heeft mij onder zijn macht gebracht. 20 jaar. 20 jaar. En wat Ja. hebt u van die oorlog zo meegemaakt? Ja, natuurlijk hele nare dingen. Maar ik had de instelling: alles wat die Duitsers voorschrijven geldt niet voor mij. En dat heeft mij waarschijnlijk gered. Dus ik heb aan niets voldaan, aan geen enkele eis van de Duitsers. Maar dat kon ook makkelijk. Ik was ongehuurd, ik had geen verantwoordelijkheid, alleen voor mezelf. Dus je kunt niet oordelen over de oudere generatie die de zorg had voor hun kinderen, voor hun kleinkinderen, voor hun vermogen in stand houden. Dat had ik allemaal niet, die zorg. Dus kritiek op die oudere generatie, dat ze gecollaboreerd zouden hebben, dat moeten heel matigen. Want de opdracht was: hoe komen wij als volk door deze ellende heen? En dat is dus gelukt. Ja. En dat is een groot feit. Maar ik kon dus als jonge onderduiker, kon ik vrij, hoefde ik me van niets aan te trekken. Ik heb hier een gedicht van Ida Gerhardt. Dat gaat over het carillon. En dat geeft zo goed de sfeer weer van die tijd. Dit was neergeslagenheid. Het gedicht dateert uit 1941. En als het luchtalarm ging, dan was het voorschrift en moest je tegen de muren gaan staan, tegen de wanden van de straten, want dan was je meer beschermd. Ik zag de mensen in de straten, hun armoe en hun grauw gezicht, toen streken over de gelaten en luisteren, een vleug van licht. Van boven in de klokkentoren, naar de donker bronzen uren slaan, ving over heel de stad te hoeren, de Bayardier te spelen aan. Valerius, een stater zingen, waarin de zware klok bewoog, doorstrooid van lichte sprankelingen, wij slaan tot u het oog omhoog. En één tussen de naamloos velen, gedrongen aan de huizenkant, stond ik te luisteren naar dit spelen, dat zong van mijn geschonden land. Dit sprakeloze samenkomen en Hollands licht over de stad. Nooit heb ik wat ons werd ontnomen, zo bitter, bitter lief gehad. We Dat hebben toen was. gewaardeerd wat voor de oorlog ons bestaan was. Ja. Ja. En dan zijn er natuurlijk verzetsdaden geweest. Kunt u er een voorbeeld van noemen, wat zich zo in Den Haag heeft afgespeeld? Eén voorbeeld. Ja, was een jongen die heette Heidema. Die zijn moeder zat in het kamp Vught. En hij was bij de ondergrondse. Ze hebben toen een overval gepleegd ergens op een kantoor, een distributiekantoor, want om aan bon of voedsel te komen voor de onderduikers. En bij die overval, die was verraden. En toen kwam er dus, rukte er een of andere SD-groep uit. En toen heeft die jongen heeft met zijn revolver die lui tegengehouden tot de anderen konden vluchten. Maar hij is toen doodgeschoten. Dat was natuurlijk een ontroerend beeld, maar ik vraag me af, was het verstandig? Dat was natuurlijk de tweede, maar in ieder geval was het een heldendaad. En bij de begrafenis zei men: je moet er niet naartoe gaan, want de ziekenhuisdienst kijkt wie daar komen. Ik ben er wel naartoe gegaan en ze hebben mij niks gedaan. Dus. Kijk, ik verscheen toen van die proclamaties, die lichting van dat jaar moet zich dan en dan melden op het station met een deken en met een schop en in de trein naar Duitsland. Nou, mijn leeftijdsgenoten, ik ben gaan kijken. Ik dacht, wie gaat daar nou op in? Nou ja, ik stond verbaasd dat die treinen stampvol waren met jongens die, en moeders en zusters en verloofden die de huilend afscheid namen en dan gingen ze zo tjoek 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 weg. Dacht ik, waarom doen ze dat eigenlijk? Hè? Ja, wat hadden ze dan moeten doen? Gewoon Onderduiken. thuis blijven. Ja, want kijk, er was zo'n grote massa, die hadden ze toch nooit kunnen pakken, hoe dan ook. Ja, dat ging heel vreemd, hè, want verhalen gingen gecapituleerd en anderen zeiden nee, is niet gecapituleerd, was eine Waffenruhe, dat betekende geen capitulatie, dus er was een grote onzekerheid. Hè. Een dag lang leefde men in onzekerheid, is de oorlog nu voorbij of is ze niet voorbij? En voor de Duitsers ook, want er liepen Duitse soldaten op straat en die zeiden, er is geen capitulatie, Waffenruhe. En, ja. En dan kreeg je hele discussies
En het was gevaarlijk ook, want die Duitsers waren allemaal zwaar gewapend. Maar dat waren dus discussies op straat. Ja. Maar ik weet wel dat ik op het buitenhof stond en dat ik daar aantrof een Portugese Jood die ik nog geholpen had in de oorlog. Die stond daar ook en die was zo als een kind zo blij dat hij zomaar vrij stond na jaren opgesloten te zijn geweest. Ja, dat was een hele ontroerende belevenis. Ja. En dan kwamen de jongens uit Duitsland terug en die zeiden mij op straat: we zijn geschrokken van mijn broers en zusjes, die waren zo uitgehongerd, die zagen er zo slecht uit. Want honger hadden ze in Duitsland niet gehad, maar wij wel. Hè? Ja. Na de oorlog bent u gaan studeren of was u al bezig? Ik was al bezig in de oorlog, maar na de oorlog ben ik dus doorgegaan. Ja. Ja. De 48 afgestudeerd. Ja. Wat was uw eerste zaak? Nou, ik geloof een ontslagkwestie van een dienstbode. Ja. Toen kwamen de grotere zaken. Bij een dienstbode, die was ontslagen op staande voet. En daar hebben we het gewonnen. Maar dan kreeg ze een week salaris. Dat was in die tijd was dat 5 of 6 gulden. Ja. Ja. Toen was er heel bedrag, nu niet meer natuurlijk. Ja. Ik heb natuurlijk een bepaalde faam gekregen door de zaak Menten. Daar praat ik liever niet zo over. Maar ik wil wel dit zeggen, dat naar mijn mening die zaak niet eerlijk is behandeld door de rechterlijke macht onder de druk van de publiciteit. En ik heb wel bloot te staan aan geweldige hetsen, vooral door de telefoon. Hè. De telefoon dag en nacht, dreigementen uit een bepaalde hoek. Maar ik dacht, ik maak er geen rugbaarheid van. Want als je dat doet, dan zijn er altijd labiele gekken die dan inderdaad boel in brand steken of ruiten ingooien of een aanslag plegen. En dat is mij dus gelukkig bespaard gebleven, hoewel dat regiment er niet om logen. Nee. Welke verklaring hebt u ervoor dat het nu helemaal niet zo problematisch is om een vermeende oorlogsmisdaad te verdedigen, terwijl u daar enorme problemen ook in uw privésfeer heeft gehad? Vlak na de oorlog werden de kopstukken van de nazi's vervolgd. Mussert, noem maar op. En daar vooraanstaande advocaten hebben deze mensen verdedigd zonder een woord van kritiek uit het publiek. Maar die zaak van mensen speelde zo'n 30 jaar daarna. En toen was ineens dat een soort, de publieke opinie was opgezet door de geschiedschrijving. Door de verdachte was in feite al veroordeeld. Ja. En een advocaat was eigenlijk helemaal niet nodig. Het is nu hetzelfde toch weer. Eén verhaaltje duikt op over Kampert en meteen is die weg. Hè? Zonder enig verder onderzoek, zonder iets, zonder enige kritiek, zomaar ineens. Ja. Ja. Nee, maar jij bedoelt dat advocaten nu, bijvoorbeeld de advocaat van Milosevic of de advocaat van Mohamed B., die gaat vrij uit, die worden niet. Ja, maar toen was de publieke opinie zo opgezet en gevoed met leugenachtige berichten, dat daar was hij tegen op te boksen. Hm? En waarom was dat, denk je? Kijk, het was natuurlijk een. Je hebt altijd van die. Hypes noem het zo. Hypes, ja. Ik vind dat een rare uitspraak. Je moet hype zeggen. Het is Grieks, hype. Maar goed, daar. Dan kun je niet tegenop. Hè? Nee. Het gaat nu heel snel. In feite met Ruud Lubbers ook. Ruud Lubbers.